Ja, dames en heren, jongens en meisjes. We zijn vandaag bij een nieuwe aflevering van Mix & Match. Ik ben Jello en vandaag zijn we met niemand anders, Defano Holwijn. Goedenavond, goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Paka, rustig. Goedjes, man. Paka, G. Paka, rustig. Rustig. Goedjes, man. Kostuum iets? Ja, we komen pakken. We komen serieus naar Explicit, toch? Ja, hè? Ja, man. Toch? Hoe gaat het met je broer? Goed, man, bro. Met jou? Rustig, man. En wat vind je van de shop? De shop is mooi, man. Eerste keer dat ik het zie. Ja. Ik heb die andere natuurlijk gezien, maar deze gaat weer next level, man. Is netjes, ja. Ja, man. Toch? Hoe gaat het voor de rest? Hoe gaat het met de familie, broer? Ja, bro, alles goed, man. Iedereen kan lachen. Iedereen is gezond en wel. Dus je weet toch, we zijn dankbaar. Maar hoe gaat het bij jou, iedereen? Iedereen is ook gezond en wel, wat je zegt. Ja. En ja, we gaan gewoon door, hè. Belangrijk, toch, bro? Belangrijk. Ja, toch? Ja, man. He, eindelijk ben ik met Defano, man. We zijn nice, er, man. Nice. We zijn er. Nou, mix and match. Ja, man. Je weet wat dat betekent? Ik weet wat dat betekent. Okay, ja. En dames en heren, jullie zien het waarom ik hem heb uitgenodigd ook. Zijn stijl is different. Thanks. Kijk, weet je wat het is? Iedereen heeft zijn eigen stijl. Zeker. En je moet gewoon een beetje creatief zijn. Je moet mixen en matchen. Dus dat. Ja, dat. Ander. Voor de mensen die niet weten wie Defano is. Defano. Ja. Vertel ze een klein beetje over jezelf. Oké, ja. Defano Holwijn. 30 jaar uit Amsterdam Zuidoost, geboren en getogen. Wat doe ik allemaal? Dat vind ik altijd zo lastig om uit te leggen. Oké, maar ik maak muziek. Ik ben eigenlijk begonnen met muziek maken. Toen eigenlijk overgestapt naar filmpjes maken. Omdat ik altijd wel had van ik wil presentator worden. Ja. Daar heel veel in gedaan. Dus ik ging gewoon filmpjes maken op Facebook, YouTube, et cetera. Totdat ik eigenlijk ook op een gegeven moment ook op tv terecht kwam. Ik heb in bioscoopfilms gespeeld. Je hebt in 3 films gespeeld, toch? Meer zelfs, man. Meer, wow. Bro. Ik denk, ik weet niet eens hoeveel. 8, 9 of zo. Wow. Ja, veel, wow. Man. Ook nog stemacteren ook heel veel gedaan. Ja, ja. Ook wat films. Dus ik heb wel, hij staat heel veel films gepakt, man. Ja, maar je bent wel goed bezig. En het concept wat je had bedacht tijdens de coronatijd. Ja. SC-avondklok. Ja, man. Dat was een mooie. Dat was een mooie. Ja, Hoe was je daarop gekomen, bro? Ja, dat was eigenlijk gewoon dat ik daarvoor... ben ik wel eens live geweest en mensen vonden het heel leuk. En toen dacht ik van, hey, we moeten dat terugbrengen, man. Het is nu een beetje een duistere tijd. Corona, niemand heeft het echt leuk. Iedereen zit binnen. Ja. Laten we toch iets positiefs proberen te maken van een minder leuke tijd. En zo gezegd, zo gedaan, man. En ik moet zeggen, iedereen deed heeft zijn steentje bijgedragen. Snap je? Het is niet dat ik FC Avondklok was. Iedereen was FC Avondklok. Of je nou bekend was, onbekend. Iedereen was welkom. En we hebben gewoon leuke gesprekken gehad. Gelachen. Ja. Er is van alles gebeurd. Dus nee, man. Leuke tijd, man. Toch wel. Nee, het was een hele mooie ervaring. Man. En voor mij sowieso. Ik weet niet eens mensen het weten, maar 101 bars. Ja, man. Wat was er aan de hand, bro? Ja, je man. Je laat zien dat je ook een beetje kan rappen, hoor. Ja, tuurlijk. Omdat dat is juist waar ik mee begonnen ben, snap je? Kijk, mensen kenden me niet echt van dat. Natuurlijk, de buurt wel. De buurt weet van, Defano, rapper, is normaal. Ja. Maar voor andere mensen was het altijd van, ja, moet hij rappen, kan hij rappen, dit, dat, zo. Dus ik was gebrand. Ik was erop gebrand van, ik ga jullie laten zien, man. Dit is niet zomaar een vlograpper of dit, dat. Dus ik was echt boos die sessie, man. Ik weet nog dat ik echt dacht van, ja, man, ik ga die mannen echt laten zien. Denk je dat je nog een sessie gaat... Sowieso, man. Sowieso komt er nog een sessie, man. Ja, hè? Je weet toch, 101, je toch voelt gewoon als thuis. En het is ook altijd tof. Daar zie je me ook van, hey, wanneer kom je weer? Ja. Dus sowieso moet ik daar, ga ik nog wel een sessie doen. Ja, en wat kunnen we van jou verwachten dit jaar? Of volgend jaar? Ja. Ik kom weer met heel veel nieuwe eigen concepten. Ook op YouTube. Maar ook gewoon op Insta, TikTok, overal een beetje. Klopt, want je bent ook bezig met filmpjes op TikTok en zo, hè? Klopt, man. Maar nu ga ik het even naar een next level brengen met wat nieuwe concepten. Dus dat is tof, want ik ben natuurlijk ook met wat weet jij begonnen. En nu komt dat ook weer terug, maar in een soort nieuw jasje. Dus dat. Ik ben ook bezig met een productiehuis. Dope. Om gewoon nog met 2 grapjes van me, om gewoon echt je eigen ding te gaan doen. Eigen dingen te gaan maken. Om het even next level te brengen. Dus daar ook heel veel mee bezig. Ja. En voor de rest komen er nog wat tv dingetjes aan ook. Dus er komt veel, man. Er komt veel. Er gaat veel gebeuren. Die Red Bull Challenge, klopt dat? Welke? Wat je nu doet? Wat Rap Champs. Ja man. Mooie concept. Thanks man. Ja, je brother was er nog van. Ja. Mooie concept. Hele mooie concept. Dat was doof, inderdaad, man. Dus daar komt ook weer een nieuw seizoen van. Dus er komt veel, man. Ik blijf
We blijven rennen. Er komt een film van je uit, nieuwe film. Nieuwe film, nieuwe tv-tory, nieuwe YouTube, nieuwe alles man. Nieuwe, we gaan dingen schieten. Bro. Dit is Stefano Holwijn man. Geen geintjes, deze man doet voor zijn ding. Sowieso. Goed. Sowieso, je support de youth. Nogmaals respect. Belangrijk. Nee. Heel veel respect. En ja. Veel mensen kijken naar jou, vooral de kinderen. Jij toch? En ik waardeer het, bro. Denk blijf je op. Ding doen, blijf Lo. Nuchter. Wederzijds, maar altijd nuchter blijven. Nu gaan we kijken hoe nuchter je bent met de collecties. Ho! Dus let's go. Let's go. We gaan mixen en wetchen. Yes, Stefano. Voordat we hier gaan beginnen, neem ik even door de winkel. Ja. Ik ben benieuwd wat je stijl is. Ik heb al wat gezien, man. Ja? Maar ik moet het even aanzien. Ken je die? Van hoe ik het zie hangen, denk ik dat het is. Maar ik moet hem even aanzien. Maar ik heb eigenlijk al een keuze gemaakt, bro. Hoe ik binnenkwam, heb ik meteen gesniperd. Snap je? Want ik ben voor die keuze gegaan waarbij ik denk van veel mensen zouden die negeren. Ik ben benieuwd. Het is daar. Let's go. Het is hier. Het is deze broek. Yes. Moet even kijken of mijn maat ertussen zit. Oké, dat komt goed. Maar deze broek en deze jas. Ja. En ik ga gewoon mijn eigen shirt, want ik heb deze kleur precies nodig, snap je? Dus ik ga mijn eigen shirt gewoon eronder doen. Want ik denk veel mensen gaan die negeren, maar wanneer ze hem bij mij zien, zeggen ze die wil ik ook. En welke patta dan? Kijk, die patta, je zou denken, we gaan voor deze, want dan... Maar dat is het te voorspelbaar. Ja, precies. Dus we gaan voor die. Okay. We gaan voor die daarboven, die topper, die Jordan 4. Die gaan we doen, man. En dan zijn we volgens mij compleet, maar we moeten hem aanzien natuurlijk. Dan pak ik alvast die jacka voor je. Oké, okay. Denk die heb ik een elletje. Elletje? Een elletje. Die hebben we sowieso boven. Okay. Maar ik geef het nu voor de zijn. Oké, okay, ja. Die elletje, die 32. 32. Lomo bro, deze broek valt groot. Oké, dit is 31, oké, aai. En die t-shirt had je al. T-shirt heb ik en die... Patta welke maat? De shoe. Een maatje. Ik denk deze heb ik altijd een maatje groter, dus 44 heb ik nodig. Stefano, let's see. Laat ons zien. Wauw. Wat zegt die mix en match? Maar wat, had ik gelijk over die maat over de broek of niet? Ja, je hebt gelijk. Je kent je brand. Sorry, ja man. Ja, maar ik voel me goed. Man. Voel je je comfortabel? Ik voel me comfortabel, weet je. Nou, dan bekijk jezelf in de spiegel. Wauw. Ja, maar ik... kijk, dit shirt moest ik gewoon vandaag dragen. Het past perfect erbij. Top. Die maat. En die jas, lekker oversized. Nee man, het werkt. We moeten dit ook niet negeren, kom terug in die jas. Snap je, is over nagedacht. Ja. Die schoenen niet te... Je weet toch, we konden voor die crème jogging. Ja. Dat, je moet het een beetje... Dat was te voorspelbaar gewoon. Snap je, daarom is het een mix en match. Wauw. Ja man, nee maar ik ben tevreden man. Ja hè? Ik geniet hiervan. Ja. Ik vind het top. Ik ben tevreden, wat zeg jij man? Nee, perfect man. Ja. Ik ben alleen benieuwd door... Door wat ben jij hoe zag je het zo mooi in het Nederlands? Wat heeft jou ge... Inspireerd? Juist. Oh, qua fashion. Ja. Jouw stijl. Oeh, lastig. Ik zeg je eerlijk, ik heb sowieso veel bij mijn moeder gezien. Want mijn moeder had echt van mode maken. Verschillende kleuren, felle kleuren, dit, dat. Dus ik heb sowieso veel bij haar kunnen zien. Van hey, oké, zo kan je dat ook doen, zo kan je het matchen. En voor de rest heb ik gewoon veel geëxperimenteerd, man bro. Ook veel faya outfits. Ja, ik ben ook veel faya gaan, maar je moet gewoon proberen, man. Je moet gewoon een beetje van erin hebben en gewoon kijken, zoeken van wat is jouw stijl. You kill it, man. Thanks, man bro. Ja, man. Thanks, man bro. Shout out naar Explicit Trip, man. Dames en heren, jullie zien het. Dit is zijn mix and match. Dit is zijn swag. En hoe zit het eigenlijk? Mag ik deze outfit houden? Ja, weet je wat het is? Ik weet niet wat de bedoeling is. Ik vraag het. Kijk, weet je wat het is? Ja. Met de meeste artiesten of de meeste mensen die hier bij ons komen, of bij mij althans. Ik vraag ze, natuurlijk, jullie zijn BN'ers. Dus sowieso dat pasje zit vol. Maar, we kunnen een spel spelen. Dat heet Muurtje. Oké. Okay. Als jij de bel bekomt, weet je wat Muurtje is? Ik weet dat Muurtje. Oké, dus als jij van mij wint, dan krijg je dit van Explicit.
Okay. Maar als ik win, ja, dan wordt het wel creditkaart even trekken dan met de baan eventjes. Geen probleem man, doe het. Doe okay, ik ga hem zelf zo doen, als ik win, geef ik gewoon aan de volgende. Ik ga het gewoon iemand love showen, die krijgt gewoon deze outfit. Wauw. Je hebt toch gewoon een gunner die reageert of die zegt van hé, hey, je moet expliciet wel volgen, want anders je toch, werkt het niet. Gewoon een volger, ga ik gunnen gewoon. Van, hey, krijg jullie horen het. Oké, okay, dik. Let's go. Let's go. Dames en heren, jullie zien het. It's merch time. De vrouw, je bent ready? Let's go. Wat schreeuwde je net? Ik moet beginnen. Jij moet beginnen. Okay. Let's go. Let's go. Jou. Kijk, dit is de lijn, hè? Oké, okay. Ja. Oké, okay, dan. Gaan we niet veel praten. Ja, maar ja. Nee, niet. Nee, je bent op rollen, man. Je bent op rollen, man. Maakt niet uit. Het is nee, man. Broer. Dat is vals. Nee. Maar alsnog ga ik hem niet zo. Je bent op rollen, man. Rollen. Nee, maar ik ga niet rollen. Ik ga gewoon, zoals het hoort, gooien. Broer. Iedereen mannen is rollen! Nee, nu ga ik je nee, uitleggen. Man. Mag je uitleggen? Ja. Iedereen heeft toch zijn eigen stijl qua kleding? Zij! En iedereen heeft zijn eigen stijl qua muurtje. Oké, kijk, ik ga mensen, ik ga alsnog, ik kan ook nu gaan rollen, maar dat is simpel. Je moet gewoon lekker gooien en eerlijk doen. Ik ga hem gooien voor jullie. Ik ga niet rollen, is vals dat. Ik ga hem gooien voor jullie. Als ik hem nu nap, hé, dan weet ik het ook niet meer. Dan wil ik hem niet meer horen. Oké. Okay. Wauw! Ik ben geboord, man. Ik ben geboord. Ben je nog herkansing? Herkansing, let go. Maar je moet wel gooien, man. Je kan niet rollen, man. Ik ga niet rollen voor je is geen mo. Ik ga nu ook voor je gooien. Rollen is geen mo. Bro, maar ik ga nu ook voor je gooien. Maar ik heb die dingen nu gevoeld. Het rolt niet verder, dus ik weet al hoe ik moet gooien. Ja. Oké. Okay. Ik weet al hoe ik moet gooien. Oké. Okay. Okay. Ga jij eerst nu dan? Nee. Jij weer eerst. Jij weer eerst. Kom. Dames en heren, jullie zagen het. Hij vond dat hij ging rollen. Hai. Ik heb gewoon gewonnen. Gooi hem, B. Gooi hem. Hij snapt niet, ik kom uit de B. Dit doen we vanaf kleins. Kijk, niet te veel praten met mij, broer. Ik ben een baas. Rollen, gooien, wat wil je? Kijk hier. Ja, go, let's go, let's go. Kijk, let's go. Ik ben er klaar mee, man. Ik ben er klaar mee. Ik zeg je eerlijk, die vloer is niet goed. Die vloer is niet goed, man. Kijk, nu ga ik weer. Laat. Ik zeg je eerlijk, jij bent gewoon bekend met die vloer, snap je? Jij bent bekend met die vloer. Oké, okay, ga je weer. Laatste. Gooi of rollen? Gooi je. Okay. Alles of niks. Alles of niks? Ja, kom, okay, let's go. Volg deze. Jammer, maar dit was ietsje beter. Ja, maar ik heb het nu heb ik die saus gekregen toch. Maar ik ben er klaar mee, man. Ik krijg gewoon pakjes. Jello is gewoon beter. Kom snel, muurtje, man. Zie je? Nee, maar kijk, dat is maar vals. Maar bro, dit is Belmer. Rollen is geen mo. Nee, je weet in Belmer, je weet hoe de straat is gezet. De stenen. Dus je moest rollen, broer. Ja, toch? Maar dit is wel het spel, man. Ik zeg je eerlijk. Rollen, draaien, hoe je wilt. Ja. Je moet het hebben in de pols. Het zit in de... Hoor, dit! Je ziet het, hè? Ja, maar dit is off-cam. Je ziet het. Wanneer het alles of niets is, pak ik die mannen, man. Hé, hey, slapen, man. We spelen niet meer. Ik heb die man genakt. Ik geef die man een pak slagen, zijn eigen osso. Gruwelijk. Love dat. Ja, man. Koude dik. Honderd. Boys. Jullie zien het te horen, dus deze man gaat deze dresscode aan iemand gunnen, ik weet ja, niet ja man, sowieso ga ik het gewoon aan iemand gunnen, dus reageer als je kans wil maken, show love en explicit, ga volgen en misschien ga jij met deze outfit naar huis. Jongen, dame, maakt niet uit, hè? Jullie kunnen hem allebei pakken. Sowieso. Alle maten beschikbaar, Kalverstraat nummer 43. 100, love. Lijsterstraat nummer 43, jongens. Hey, sorry, hoe kom ik op Kalverstraat? Binder, bunder. Jezus! Laat het dan niet.